Hoi, superleuk dat je kijkt naar deze video. Ik laat je nu precies zien hoe je de Murad Home Treatment gaat gebruiken. Dus pak er lekker een theetje bij, ga rustig zitten en bekijk deze video. Dit is de Home Treatment. Ik ga precies even laten zien wat erin zit en hoe je hem moet gaan gebruiken. Als je hem openmaakt, zie je de producten erin zitten. Ik zal wat dichterbij komen. Zoals je ziet zit hier de cleanser en de exfoliator in. Het oogserum en het serum voor het hele gezicht. En dan de dagcreme die je ook kan gebruiken als oogcreme. Ook zitten er twee maskers in. Dus je kan hem of twee keer gebruiken of leuk met iemand van het gezin thuis samen doen. Ook zit er een boekje nog in waar alle informatie van de producten in staat. En een lekker theetje met een theelichtje die je dan tijdens de behandeling aan kan steken. Dus ik zou zeggen, laten we beginnen. We beginnen met de Essential Sea Cleanser. Deze bevat vitamine A, C en E, waardoor die echt energie aan de huid geeft. En hij reinigt de huid heel goed. Het fijne is dat hij de huid heel goed reinigt, zonder de huid uit te drogen. Pak een beetje in je hand, masseer het goed in, over de gezicht en hals. En hang er goed af met een compressje met warm tot lauw water. Dan gaan we verder met de AHA BHA Exfoliating Cleanser. Dit is een cleanser die we gebruiken om de huid nog dieper te reinigen. De dode huidslaag eraf te halen, zodat de producten die we hierna gaan gebruiken nog beter gaan werken. Nou, je pakt zo meteen een klein beetje in je hand en exfolieert het 2 minuten goed in. Als je de Exfoliating Cleanser gebruikt, zorg er dan voor dat je de ogen vermijdt en dat je hem ook echt goed afspoelt. Het kan zijn dat je hem een beetje voelt tintelen, maar dat is volkomen normaal. Zo, zorg ervoor dat je hem er echt goed vanaf hebt gehaald en dan gaan we door naar de volgende stap. Nu heel de huid helemaal goed gereinigd is, gaan we naar de volgende stap. En dat is het masker. Het masker gebruiken we de Nutrient Charge Water Gel. Dit is een masker die je ook eventueel kan gebruiken als serum. En hij gaat echt ervoor zorgen dat hij het hydratatie tot al 5 dagen lang vasthoudt in de huid. Je maakt hem gewoon open. Je gebruikt heel het zakje, dus je kan hem echt royaal aanbrengen. En ik zal even laten zien. Nu de huid een echte boost heeft gekregen, gaan we verder met de dagverzorging. We gaan eerst beginnen met het oogserum. Dit oogserum bevat heel veel retinol en daardoor is die dus ook zo sterk. Hij gaat echt fijne lijntjes en diepe rimpels tegen en hij zorgt ervoor dat hij de huid rond de ogen echt lift. Je brengt hem aan onder de ogen en bij het wenkbrauwbod. En ik zal even laten zien hoe. Daarna gaan we door met het Brightening Serum. Dit serum heeft een hoge dosis vitamine C, zorgt ervoor dat hij de huid egaal maakt en dat hij de huid een gezonde uitstraling geeft. Je brengt hem over heel het gezicht aan en daarna ga je door naar de dagcreme. Over het serum breng je de Essential Sea Day Moisturizer aan. Dat is deze. Deze zorgt ervoor dat de huid volledig gehydrateerd wordt, beschermd wordt en deze bevat ook SPF 30. Je brengt hem gewoon royaal aan. Mocht je echt zeggen van ik ga veel de zon in, breng hem dan ongeveer om de 2 uur aan.
Ik hoop dat je huid gaat stralen na deze behandeling en hopelijk zien we je snel. Buff!